Yo mensen, tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Koos Stok, ik ben vandaag met... Zoe. En wat gaan we doen vandaag? Een Q&A. Zeg, kijk naar de camera. Q&A. Dat jij woont te chiquen tijdens de... Ja, boeit niet. De eerste vraag is van Jari. Hoe noemt u nieuwe hamster? Mijn hamster noemt Maurice. Hoe noemt u nieuwe hamster? En wat vind je leuk aan YouTube? Dat is ook van Jari. Ja, gewoon mensen die lachen. En plezier maken op YouTube, of heel leuk aan YouTube. Kijk in YouTube. Van alle soorten iets hebben. Van Melissa, hou je nog van koois? Ja, natuurlijk hou je van koois. Hou je van koois? Ja, ga je dan nu elke keer ook vragen naar mij? Ja. Wat wil je bereiken met YouTube? Ik probeer dit jaar nog 1000 abonnees te halen. Abonneer als je nog niet zegt, abonneer hier beneden. Like ook, video. Zet het belletje ook aan. En ze vraagt ook, wat wil je in je leven bereiken? En wel, ik wil een goed leven hebben. En ja, een goed leven hebben, een patroon worden. En wat wil hij worden, wat wil hij bereiken in je leven? Ik wil rijk worden of zo, ja. Vrouwke vraagt ook dat mijn hamster noemt af. Vrouwke, mijn hamster noemt Maurice. Gio vraagt aan mij hoe duur is je outfit. Wel, eerlijk, ik weet niet, man. Mijn schoenen zijn 100 euro. Mijn kosten zijn, ik weet niet, 5 euro. Mijn broek, dat is Jack & Jones, ik weet niet hoe duur dat is. Mijn vest is, ik weet niet, 90 of zo. Mijn pull, ik weet niet wat ik aan heb. Mijn pull is 20 euro of zo. Mijn polo is het beste, de lijze. En mijn t-shirt is van de. Nee. En mijn t-shirt is van Brunches East, dat is 20 euro. En hoe duur is die outfit? Ik weet dat niet. Eén maar samen uit. Ja, wat zijn de schoenen? Oh, een dikke schoen. Ik weet dan niet wat dat kost. Wat schoen zijn dan? Oei, ze draagt die mooie kleren patas. Dat weet je niet hoeveel mijn outfit kost, ik wist het echt niet. Ze weet niet hoe duur haar outfit is. Nee. En Gio vraagt ook, wat zijn de laatste woorden? Voor mij moest ik niet doodgaan. Hey, I love you. Ik hoop dat je het goed hebt daarboven dan. En moest je doodgaan, gaan we gewoon nog snel 5 minuten iets doen wat hij leuk vindt. Hij is dan al dood. Wat zijn de laatste woorden voor moest Gio doodgaan? Nee, ik ken hem niet. Hij vraagt ook, liever school of werk? Ja, eerlijk, werk. Mijn werk, vrienden, geen geld. Mijn school, vrienden en diploma, maar ik heb al... Ja, oké, maar als zonder dat diploma ga je geen werk vinden. Zwaar, maar ik heb al een diploma, dus... Wat wil jij liever, werk naar school? Werken. En Gio vraagt ook, als je koning van België bent, wat zou je veranderen? En wat weet dat ik zou veranderen? Ik zou alles veel goedkoper maken in België. En meer natuurgebieden plaatsen, laten groeien. En niet zo hoge, flat gebouwen laten zetten. Ik zou iets doen aan de regering. Wat zou jij doen, moest je koningin? Het klimaat of zo. Klimaat. Ja, save the turtles! Ja. Ja? Ze lijken ook wel vliegen. Maar je vangt zo. Oké, wacht, ik ga kijken. Sanne 17 vraagt. Wanneer begon met YouTube? Vlak voor de vakantie ben ik begonnen met YouTube. En Quentin Timmerman vraagt ook hoe dat is in het leven. Bij mij is alles goed in het leven, op de mat. Werk, fulltime, en we zijn bij jou in het leven. Goed. En Bricky Wiki vraagt hoe zijn je begonnen met YouTube? En wel, ik deed al een tijdje, maar dat is meer begonnen door Mike, als je naar Mike. Mike had dit kijk, like. 1 like is 1 Mike. Ja, heb je nog vragen? Ja, oké. Okay. Tongi Stonder vraagt, zit hij gay? Nee, sorry. Heb je eigenlijk? Rui Nijs vraagt, kiwi of mango? Niks, ik weet het wel. Kaas. Kiwi vraag. Waarom is het niet? Kobus Lok vraagt, kaas of hasp? Ja, wat kies je? Kaas zeker? Kaas. Wat ga je doen als ik hasp zeg? Niets. Oké. Wat is zijn YouTube-kanaal? Maar ik ga niet iedereen zeggen. Kobe Slok.
vraag je maar, ik ga die vraag niet beantwoorden. Hoe lang is het? Dat dat niet trekt. Wie is dat? Zeg zijn naam. Senne van Eekhout. Ja, uw vraag trekt op niks. Juist. Ben je ooit zonder onderbroek naar school gegaan? Nee, sorry. Nee? Nee, te fuck. Ja, als je een dier thuis zit, erin zo van pak niet aan of zo. What the fuck is dat? Eén like is één respect voor dat beest achter mij. Heb je ooit op een dating site geweest? Letterlijk ja, echt gewoon. Ik niet. Maar dat was een goede grap of zo. Maar ik snap het niet, dus ik heb gewoon direct weggedaan. Oh, waar zijn die vragen? Hé! Hey, wat gooit? Geet biersneu! Schetzak! Schetzak! Ah, Ire, hoe zie je jezelf over 15 jaar? Rijk. Van YouTube? Nee, zonder. Ja, ik dacht. Gewoon een rijk kind dan. Met zo dingen doen. Ik zie mezelf patroon zijn, ben 5 jaar. En jij, wat zie jij, ben 5 jaar? 15 jaar. Ah, ben 15 jaar. Oh, ben 15 jaar. Mijn vogels. Mijn haar ligt weer uitstekend. Oh, I grew up like that. Ja, maar hallo. En je reageert op de vraag. Al 15 jaar. Patroon zijn, ik heb dat wel. Ja, wat is dat? Zie je nieuwe Facebook? Oh my god, nee. Nee, dat gaan we echt. Vergeet alvast niet te liken. En te abonneren. Te reageren. Een belletje aandoen. Ja, wat nog? Delen. Ja, wat nog? Reageren. Liken. Volg hem op zijn Insta. En mij op mijn Instagram. Zo is standaard. Dat is standaard chatten. Dat is echt niet grappig, gewoon niet. Waarom dan zo de hele tijd zo zit hier naar de vriend te slaan als een steent? Wat? Wow, dank u. Ja. Uiterlijk, ze zit bovennieuw. Dat wordt die thumbnail toch wel niet? Is dat voor een lelijke tip? Oké, nu gaan we... Zou je het in vraag stellen, bitches of money? Money, man. Ja. Okay. Yeah. Money. Ik weet niet eens wat dat money is. Geld? Wat is trus? Wat is het? Geld? Ja, wel daarom. Wat de fuck denk je dat ik achterlijk ben of zo? Ik moet geen bitches hebben, hè? Money, man. Yeah. Als je naar Saïd ook. Ja. Yeah. Wie de fuck is het?